Dames en heren, we zijn hier vanuit Club Talks. Mijn naam is Edson en naast mij heb ik... Emmanuel. En het is deze week de week van de vrijheid. Wat gaan we eigenlijk doen deze week, Edson? We gaan vandaag, of deze week, ontdekken wat vrijheid betekent voor onze studenten hier op MBO College Zuid. Let's go. Verboden. Jullie hebben het gehoord. Subscribe, like. Prima met ons? Nee. Ah, oké, sorry. Vraag het niet goed. Nee, Isabelle en Lea. Ja, ik heb je nog wat te zeggen op, man. Nee. Later. Dat je niet betaald. Oké, ik heb vandaag een paar vragen voor je over vrijheid. Wanneer je die vraag vrijheid hoort, wat voel je? De woord vrijheid, wat voel je? Het is een heel breed begrip, heb ik het idee. Vrijheid. Heel veel mensen die denken van dat je dan alles kan doen en laten wat je wil. Niemand bepaalt zeg maar wat je doet. Ik denk dat je je kan uitdrukken op wat voor manier dan ook je wilt. Vrijheid betekent voor mij dat zeg maar iedereen in zijn eigen waarde wordt gelaten. Vrijheid betekent gewoon denk ik dat je gewoon vrij kan zijn hier op school en thuis. En dat je gewoon genoeg vrijheid hebt voor jezelf. En dat je gewoon kan doen en laten eigenlijk wat je wilt. Zijn wie je wilt zijn en doen wat je mag doen. Ja, iedereen kan doen wat hij wil. Ook gewoon vluchten nemen. Die ook gewoon vrijheid hebben in gewoon wat ze doen. Ja, dat ik gewoon kan doen wat ik wil doen en zeg maar dat niemand er eigenlijk kan over oordelen en zo. Het is belangrijk. Ik denk dat iedereen recht heeft op zijn vrijheid. Gewoon dat je kan doen wat je wil, dragen wat je wilt, gewoon zijn wie je wilt zijn, denk ik. Welke wet of regel zou jij willen afschaffen om meer vrijheid te geven? Op school. Maakt niet uit, op school, buiten school. School? Hé, hier moet ik even over nadenken eigenlijk. Ja, misschien wel met OV toch? Nee, want iedereen doet het hier. Is eerlijk zo. Die 8:30, de regel, dat vind ik wel... Ik moet wel even kappen, ik moet gewoon weg. Want soms is het echt met de metro en met openbaar vervoer dat je echt gewoon te laat kan komen. En dan vind ik dat je eigenlijk wel 5 minuten, als je 5 minuten te laat bent of 2 minuten, dat je wel gewoon naar binnen mag komen. Als je echt 1 uur te laat komt voor 1 kwartier, dan snap ik het. Ja, die 80% presentie is een beetje te veel. Misschien in het verleden, misschien met corona of zo, die avondklok was wel echt slecht. Dat eten op school gratis of zo, dat je zeg maar gewoon die lunch hebt, je weet toch? Dat gewoon gratis, man. Oké, dan ga ik je een paar feitjes vragen. Oké. Is het verboden om een inbreker op te sluiten in je huis? A, juist. B, onjuist. Als je zeg maar een inbreker, dan is het gelijk, hoe noem je dat? Ja, gijzeling juist. Lijkt mij wel, hè? Ja? Ja. Je staat binnen, hè? Je staat aan je spullen op te ruimen. Lijkt me niet echt heel leuk om die in mijn huis te hebben. Nee, is niet verboden. Waarom niet? Hij breekt in je huis. Ja, hij breekt toch in mijn huis? Denk het niet. Want je helpt de politie dan juist, toch? Oh, dus je wil de politie niet helpen? Jawel. Nou ja, ik denk dat je niemand de vrijheid mag ontnemen. Dus ik zou niet mijn deur op slot doen, maar ik gewoon een goede beschrijving geven aan de politie, denk ik. Wil je nog iets zeggen voor de camera? Iedereen... Positieve mindset, dat brengt je verder in het leven. Dankjewel. Hè. Dames en heren, jullie hebben zojuist bekeken wat betekent vrijheid voor onze studenten hier op MBO College Zuid. Emmanuel, inbreker in je huis. Zou je die vasthouden? Ja, want dat mag. Officieel mag het. Zolang ik hem maar op een hete daad heb betrapt. En als ik de gelijke politie contacteer, dan mag het. Dus dan mag ik een inbreker vasthouden. Dus dat is right. Dus jullie weten het. Als jullie iemand betrapt in jullie eigen huis, hou die vast, bel gelijk de politie. En let's go. MBO College Zuid, Flowbureau, Club Talks. Tot volgende keer.